Dit weekend zitten er gigantisch veel pollen in de lucht. Een regelrechte ramp voor hooikoortspatiënten. Gelukkig heeft kruidenvrouw Trudy wat tips om de klachten te verminderen. Een van de eerste tips wat ik zou willen geven, probeer de aandacht af te leiden van hooikoorts. Dus heb je dit weekend bijvoorbeeld heel iets leuks, of je hebt een kleinkind gekregen, of je hebt gaan naar een cursus, ga je daar op die emotie focussen. De volgende tip. Ja. Tijm is een hele goeie. Tijm, heel veel mensen drinken muntthee, maar je kan ook tijmthee drinken. En tijmthee maakt eigenlijk het slijmvlies los, maar maakt de slijmvliezen sterker. Tijm. De volgende tip is heel leuk. Dit plantje, de hondsraf, groeit vaak aan de kant van de weg. En eigenlijk is de hondsraf heel leuk om al preventief in te nemen. Hij werkt heel preventief al. Er is nog een tip. En eigenlijk is dat een tip dat je eigenlijk, als je hooikoorts gevoelig bent en je hebt wat hooikoorts en het irriteert je, dan is het heel erg fijn om citroenmelissethee te nemen. De volgende tip. Oh ja, de ginkgo. Heb je hem gezien daar, de boom? Zullen we er naartoe lopen? Of, ja, dat is goed. Oké. Als je mensen hebt van mijn leeftijd, rond de 70, en die zijn, beginnen wat vergeetachtig te worden, maar hebben ook last van hooikoorts, dan kunnen ze eigenlijk de ginkgo nemen als capsule of als tinctuur. Omdat de ginkgo zorgt ervoor dat het hoofd beter doorbloed wordt en zorgt ervoor dat de longen beter gaan werken. Wat nou als mensen toch nog steeds last krijgen? Moeten ze dan maar het hele weekend in bed blijven? Nee. Je moet niet in bed blijven, want dan ga je er de hele tijd aan denken. Ga dan maar een mooie Netflix-serie kijken. Over kruiden.